Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland. De provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Voor ruim 2 miljoen huishoudens en zakelijke klanten werkt Stedin aan een duurzaam energiesysteem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. We proberen de impact van onze bedrijfsvoering binnen de grenzen van onze planeet te houden. Voor broeikasgassen hanteert Stedin het ruim onder de 2 graden scenario, zoals vastgesteld in de klimaatovereenkomst van Parijs. Stedin Groep wil in 2030 klimaatneutraal zijn voor wat betreft CO2-equivalenten. In oktober 2016 heb ik voor het eerst van HVO gehoord. Toen was onze huidige leverancier, Calpam, in combinatie met Goodfuels de enige partij die dit kon verzorgen. Net als bij de aggregaten wilden we met onze vrachtwagens onze CO2-uitstoot terugdringen. Met Neste Mei bleef de garantie van onze leveranciers van vrachtwagens van kracht. We zijn in mei 2017 gestart met een pilot van 1000 liter bij onze aggregatenleverancier. Doel was om duidelijk te krijgen wat de verschillen zijn in vermogen, slijtage en verbruik ten opzichte van conventionele diesel. De resultaten waren bevredigend. Daarna zijn we een grotere pilot gestart op onze thuislocatie in Utrecht met 68.000 liter in eigen tankopslag. Wij beperken met Neste Mei de CO2-uitstoot van onze aggregaten en eigen vrachtwagens. In 2020 hebben we in totaal 546.000 liter Neste Mei afgenomen en daarmee meer dan 1,5 miljoen kilo aan CO2-uitstoot kunnen besparen ten opzichte van traditionele fossiele diesel. De reuk van HVO Neste is minder sterk. Daarnaast kunnen we hiermee als organisatie ook uitdragen dat we werken aan duurzaamheid door onze eigen CO2-uitstoot te verminderen. De chauffeurs en monteurs geven aan dat het minder stinkt. Voor de rest blijft het gelijk aan het gebruik van conventionele diesel. De uitval blijft beperkt en de onderhoudsschema's zijn gelijk gebleven. Onze klanten, de bewoners, constateren ook minder rook- en stankoverlast.